Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief vandaag en geen financieel advies. En in deze video gaan we natuurlijk kijken naar Bitcoin. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. En abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En we zien een Bloody Sunday. Betekent dat dat we de rest van de week groen kunnen verwachten? Of gaan we door naar support op de 49.000 tot 52.000 of zelfs nog erger naar de $45.000? De koers die zag er vrij bullish uit en ik ben de afgelopen week ook heel bullish geweest. Maar op dit moment ziet het er iets minder bullish uit dan dat ik had gehoopt. Maar goed, de hoop is nog niet verloren wat dat betreft. Laten we de grafieken gaan bekijken en dat zal vooral van de lagere timeframes afhangen wat we deze week gaan doen. De potentie is er in ieder geval zeker nog om naar de 66.000 te gaan. Potentieel een uitschieten naar de 76.000. Maar in het bearish geval, dan kunnen we ook terugvallen naar de 49.000 en de $45.000. Goed, we gaan even kijken. Wat we in ieder geval zien is dat de vorige week is afgesloten als een hanging man candlestick. Dit is een bearish patroon, of een candlestick, en dat luidt vaak in dat we een daling moeten gaan zien. Dat zagen we eerder ook, hier een hanging man candlestick. En we zien dat de week daarna dat de koers ook nog flink gezakt is. De koers die zakte daarna zelfs nog met 20%. Dus van de open naar de absolute low van die periode was nog een 20%. Als we dat nu ook weer zouden kunnen krijgen, dan zouden we kunnen kijken naar die $45.000 ongeveer. Dus dat is 20% lager. Het is nog niet... zeker dat we die kant op gaan, maar dat zijn wel potentiële targets waar ik naar kijk. De laatste low van de candlestick hier, die zit op de 49.300 en de low op de 45.240. En dat zou waarschijnlijk ook betekenen dat we dan eindelijk die 21 IMA gaan testen. In de vorige bull market, toen zagen we dat die 21 IMA regelmatig werd getest. Nou, dat hebben we nu dus eigenlijk nog helemaal niet gezien. Dus dat is nog iets wat wel een keer moet gaan gebeuren. En het is mogelijk dat we dat in de komende weken zouden kunnen gaan krijgen. Maar vooralsnog moeten we daarvoor een aantal supports breken. En daar gaan we zo direct even naar kijken. Voordat we echt uit mogen gaan van het bearish scenario. En we zien dat de candle van vorige week netjes boven de laatste high is gesloten. Of op de laatste high. Dus dat is nog wel positief. Nou, laten we induiken op de lagere timeframes. Overigens ook, ja, inderdaad hier. Bearish divergentie. We zien die hogere toppen. Ik heb het al een paar keer benoemd. En we zien lagere toppen op de RSI. Dat is inderdaad bearish divergentie. En dat kan inderdaad uitspelen verder. Wat betekent dat we dus inderdaad die correctie kunnen gaan krijgen. Maar we zitten in een hele sterke bull market. En dan zien we vaak dat die bearish divergentie niet helemaal uitspeelt. We zien wel iets van een pullback, maar niet dat we echt een hele diepe daling gaan krijgen. Maar goed, het is mogelijk. Laat op de lage timeframes kijken wat hier nog mogelijk is. Eerst de Bitcoin CME Futures grafiek. We zien dat de koers is vorige week gesloten op de 58.975 en we zien dat de koers is geopend op de 58.195. En dat betekent dat we een gap hebben naar boven. En vaak zien we dus dat die gap zich binnen een dag, binnen 48 uur vullen de laatste tijden. En dit is in ieder geval mooi dat we een gap omhoog hebben. Dus de kans is groter dat we vandaag inderdaad wat verder omhoog gaan om die gap te sluiten. Ook zien we hier een consolidatiefase, een grotere symmetrische driehoek die dus ook naar boven kan uitbreken. En als die naar boven uitbreekt, dan kijken we dus hier naar een target van $65.000 voor Bitcoin op de CME Futures grafiek. Maar goed, we hebben een gap en nou ja, die is nog niet begonnen met vullen wat dat betreft, dus dat zou nog vandaag wel kunnen gaan gebeuren. Dan wil je leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Ben je minder afhankelijk van een analist en het zorgt er ook voor dat je je eigen analyses dus kunt doen en dat je minder in paniek raakt. We zagen gisteren vrij veel rood, daar gaan we nog wel even naar kijken. En je komt dan ook in de premium Discord groep, daar deel ik meerdere updates over de dag heen over wat er nou gaande is en wat we kunnen verwachten. Wil je eerst een kennismakingscursus doen, dan kan dat natuurlijk ook. Dan leer je wat traden is. De handelscursus deel 2 is ook klaar. Dan leer je veel meer over met huffpump traden. Waar moet je op letten, zodat je niet geliquideerd wordt en al je geld kwijtraakt. En je kunt ook een proefweek meedraaien in de premium Discord groep. Voor een week natuurlijk. Dan Bitcoin op de daily. Ik heb ongelooflijk veel te vertellen, ben ik bang. Dus blijf lekker hangen. Laten we beginnen met wat we zien op de grafiek. Even alles eraf halen. We zagen afgelopen weekend
Eerst een doji candlestick met wicks aan de bovenkant en wicks aan de onderkant. Ongeveer even groot. En dat betekent dat er echt een strijd gaande is tussen de bulls en de bears. De bulls hebben die uiteindelijk gewonnen. Maar de dag sloot uiteindelijk af als een shooting star candlestick. En dat is juist weer een bearish candlestick. En daarna hebben we inderdaad zondag eigenlijk best wel veel rood gezien. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de koers uiteindelijk naar de 55.485 ongeveer is gegaan. En daar zien we nu ook een hangingman candlestick. En een hangingman candlestick, net als op de wekelijkse, is een bearish candlestick. De dip wordt wel gekocht, maar het is wel nog steeds een hangingman candlestick. Dus het gaat heel interessant worden wat we kunnen gaan zien de komende dagen. Er is een consolidatiefase met een high, low, low high, higher low. Dus je kunt daar ook een driehoek op zien. Die is aan het vormen en dat zal meer richting geven aan de koers. En een uitbraak naar beneden zou vrij bearish kunnen zijn. Maar er zijn allereerst nog een aantal bullish dingen te zien op de grafiek. 1. Voor de beweging van deze low naar de highs hier hebben we stand gehouden afgelopen zondag op de Golden Pocket regio. Dat is positief. We zitten nog steeds boven de 12 hiermee. We schieten er wel onder, maar elke dip wordt toch nog steeds gekocht. Dus wat dat betreft hebben de bulls op dit moment nog steeds overhand. Al ja, zitten we in een consolidatiefase, dus het wordt wel wat moeilijk om het te zeggen. En in zo'n consolidatiefase zie je vaak ook veel volatiliteit. En dat is om iedereen die te laat long is gegaan eruit te stoppen. Iedereen die te laat short is gegaan eruit te stoppen. Dus veel liquidaties zijn er in ieder geval. Maar goed, dus dat zijn de positieve punten en we zien dus ook de CME gap op de 58.975. Dus dit zijn punten waarvan ik zeg, nou oké, we zitten in een consolidatiefase. Het is niet ultra bullish meer op dit moment, maar de kans is nog steeds zeker aanwezig dat we door kunnen breken. En dan zie ik de 66.000 als eerstvolgende target. Wanneer we echt bullish mogen zijn, is als we dus die laatste high op 61.870 verbreken. Dus eigenlijk dit gaan krijgen en dan kunnen we vrij snel door naar die 66.000. Dus dat voor de daily. Wanneer zijn we wat meer bearish? Als we dus de laatste low hier verliezen van zondag en die zit op ongeveer 55, nee even kijken, die zit op de 55.500 op Bitstamp in ieder geval. Als we daar onder komen, dan is het met goed volume, dan is de kans vrij groot dat we terug gaan zakken richting de vorige support op de eerdere Golden Pocket regio van deze low naar die high. En dan zit je op de Golden Pocket tussen de 52.000 en 51.000. En als dat ook als support verliest, ja, dan zit de eerstvolgende support pas op 45.000. Dus als we hier naar beneden breken met volume en eigenlijk hier bearish afwijzen, dan ben ik geïnteresseerd om hier een positie in te nemen. En als die niet als support houdt, dan zit ik hier te kijken voor een positie. Dus dat voor Bitcoin op de daily. En als we de fase waar we nu in zitten vergelijken met een eerdere periode, ja, zou dat ook inderdaad kunnen dat we dat krijgen. Dus we zagen eerder al een grotere consolidatiefase hier zo, waarbij je eigenlijk hier een 1, 2, 3, 4, 5 en daarna braken we die dus naar beneden uit, hebben hier een double bottom gevormd en uiteindelijk zijn we deze neerwaartse lijn, daar zijn we boven gekomen, hebben een support gemaakt en toen zijn we doorgegaan. Dus dit zou een mogelijk scenario kunnen zijn, 1, 2, 3, 4, 5, breakout naar beneden, bearish hairtest en dan gaan we door naar beneden. En of dat nou de 52.000 is of de 45.000, iets van een double bottom om vervolgens deze lijn dan ook weer te breken. En dit zijn mooie momenten om in te stappen wat dat betreft. Maar goed, het is nog even afwachten hoe het zal gaan uitspelen. Vooralsnog verwacht ik toch eigenlijk dat we wel een bullish uitbraak kunnen krijgen. En we gaan op de 4 grafiek even kijken hoe dat zou kunnen gaan uitspelen. Maar onder de 55.391 komen en dat bearish afwijzen, ja, dat is toch wat meer bearish voor de kortere termijn. Dus dat voor Bitcoin op de daily. Nou, dit is ook gisteren een update waarbij we in ieder geval de bodem hadden gepakt, want daar ontstond een opwaartse driehoek. Dus daar zaten we mooi bovenop. Er waren flink wat, dus, ja, je ziet het hier eigenlijk al, het is flink rood, het is een Bloody Sunday wat dat betreft. Ben benieuwd hoe jullie dat hebben ervaren, vonden jullie dat toch vervelend? Laat het weten onder in de comments in ieder geval. En wat we hier zien is dus in ieder geval, de koers die zag er ook al wat bearish uit. Boven de 60.000 op de lagere timeframes kunnen we weer wat meer bullish zijn. En mij zag je afwijzing. De bears waren duidelijk, we gaan niet boven de gele lijn zitten en daarna is de koers flink gaan
afnemen, dalen in ieder geval. En er waren ook best wel veel longs die weer geopend waren. Dus dit is ook weer een long squeeze en dan gaat het gewoon heel erg hard. Nou, toen zei ik had eigenlijk verwacht dat we hier support zouden houden op die groene rechthoek, maar daar zijn we ook uiteindelijk, we hebben er even support gehouden en zijn daarna doorheen gezakt en de candlestick daarna terug naar die opwaartse lijn. Dus dat is wel de sterkere support. Dus wat dat betreft, dit is valide, deze lijnen. En zolang we daar binnen blijven en deze naar boven uitbreken, ja, verwacht ik een bullish uitbraak natuurlijk dan. Dus in het best case scenario voor de bulls gaan we nu in de komende uren en dagen die gap sluiten. En daar zouden we een afwijzing kunnen krijgen. Het is vrij logisch dat we daar een afwijzing krijgen. Dat zien we vaak bij die gaps. Om terug te gaan, die groene support te testen op die 57.400 ongeveer. Om dat support te maken en vervolgens een goede uitbraak te krijgen. Dat zou het meest bullish scenario zijn. En in het bearish scenario is als we dus inderdaad afwijzen bij die CME Futures gap. Onder die groene rechthoek komen inderdaad. En dat vervolgens dan doorzetten naar beneden. En dan kijken we dus weer terug naar die $52.000. Die golden pocket hier, die $52.000 tot de $51.700. Goed, dus dat voor Bitcoin eigenlijk op de kortere termijn. Bullish scenario, bearish scenario. Het is wat dat betreft even afwachten of we, waar we het volume zien, bij welke uitbraak en welke kant dat op zal gaan. Op de 15 minuten, wat zagen we gisteren? Dus de bears die hebben het er echt wel opgelegd gisteren. Het was echt een rising wedge. Vervolgens ook weer hier een bear structuur, opwaartskanaalachtig iets. Een ascending broadening wedge. Hier ook weer iets van een bear flag. Vervolgens was het hier volgens mij ook iets van een rising wedge. En het bleef maar naar beneden gaan. Het was echt een waterval wat dat betreft. Totdat we uiteindelijk hier een moment kregen waarbij de higher lows werden gemaakt. En daar werd snel een opwaarts driehoek in geïdentificeerd. Ja, op deze manier, dus die deelde ik dus in de Discord groep. Dus dat was een mooi moment om in te stappen. En ook hier zag je dus dat er eigenlijk ook iets van een symmetrische driehoek te vinden was. En vanuit daar is de koers naar boven gegaan. Ja, dus nu is het wat dat betreft afwachten. Hier een mooie hertest van die gele lijn, van de opwaartse lijn. Dus dat is mooi. Dus dat wordt wel echt support gehouden. Dus nogmaals, best case scenario op de 4 uur is hier die gap sluiten. Een high low maken om vervolgens door te gaan naar boven. Goed, dus dat was het voor Bitcoin. Gaat een interessante week worden. Gaan we terug naar de $52.000. Mogelijk de $45.000. Of gaan we lekker door naar de $66.000. Op basis van de dagelijkse bullish punten. Ja, ben ik nog voorzichtig bullish om een uitbraak naar boven te krijgen richting de $66.000. Goed, dat was het voor deze video in ieder geval. Nogmaals, like de video als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat ook in de comments weten, ben jij bullish? Verwacht jij dat we juist door kunnen zetten naar de $66.000? Of moeten we een hertest krijgen van die $52.000 tot $51.000 support? Laat het weten. Happy trading en een hele fijne dag.